Nou, daar zijn we dan. Heb je al aangezet? Hij is al aangezet. Ja. Dit is gewoon... Welkom bij Nieuw Ons Leven. Dit is onze stilo van filmen. Go en niks voorbereid. Want wij dachten vandaag, we willen een video opnemen. Ja. En? Toen wisten we nog niet wat voor video. Nee, want we zijn eerst naar onze moestuinleven deur gelopen. Moestuinleven, wee, to do voor vlog. Oh ja, we hebben ze al afgehaald. Ze stonden hier zo. Maar, nee, oh ja, de jam-video moeten we ook nog doen. Dat gaan we nu doen. Dat gaan we nu doen. Ja, dit is lekker chaos, maar we gaan jam maken. Wat voor jam denken we dan? Elvira gaat je dat nu vertellen. Oh, ja. Volgen Elvira. Oh, ja, leuk man, zo'n hele. Het wordt een frambozen-persik-jam. Ik ben echt een hele slechte cameraman. Dit is echt niet mijn roeping. Maakt niet uit. Het gaat om het verhaal. Het wordt persik, frambozesje. En we gaan dat allemaal klaarmaken. En dan in potjes doen. Oh jee. Maar in ieder geval, en omdat wij zo goed voorbereid zijn, hebben we geen potjes. Nee. Nog. Nou ja, hier in deze kast staan er een paar. En daar staan heel veel potjes in. Dus die ga ik even... Maakt op zich ook niet uit dat ze verschillende groottes hebben. Nee, dat boeit echt niet. Nu houdt het eigenlijk al op. Dat is echt vervelend om te... En dat is niet genoeg. Nee. Dus, we moeten naar... De kelder. Ik ging echt zo bukken, maar ik was wel... Oké, nou, hup, naar de kelder. Gaat hij mee? Ja. Hij kan ook op een ander. Moet hij op een ander ding? Nee, want als ik hem nu zo doe... Ja, dan kan je ermee lopen. En ik doe hem zo. Die riem zakt. Kijk, nou heb ik ook gewoon dat oh, die... een handheld ding. Ja. Nou, let's go. Met een stabilizer die eraan onder hangt. Een grote bende. En waar staan dan mijn blikjes? Mijn blikjes. Ah nee. Daar. Daar kunnen we toch niet bij? Letterlijk. Ja? Echt? Ga je het gewoon zo doen? Zo heb ik hem er ook op gezet. Oh, ja, maar eraf halen kan wel. Is wel next level. Oeh. Dat denk ik heel zwaar. Is het ook? Nee, ik weet het. Oeh. Ik wil niet te grote potjes. Oh, hier zijn al die emmertjes voor op bloem. Sowieso een traditional potje. Ja. Oh, ja, er staat ook nog allemaal soort lint. Oh, maar dat kunnen we ook nog weggeven. Ja, maar dat is wel best wel oud hoor. Die eet ik dan liever zelf op. Want dan kan maar dit is wel genoeg, denk ik. Ja, de smaak kan vergaan zijn. Toch, dit is wel genoeg? Weet ik niet, is dat genoeg? Dat is dus het mooie aan zelf jam maken. Alle potjes die we... hebben, die komen eigenlijk allemaal van oude potjes af. Je hoeft geen nieuwe potten te kopen. Heel veel mensen denken dat je de nieuwe potten voor nodig hebt, maar je kan gewoon oude potten hergebruiken. Zo, nou, dit is zeker genoeg. Ja. Nee, doe maar nog niet te flessen mee. Nee. Nou, even kijken of je het wel goed terugzet. Ja. Dit kan echt potentieel fout gaan. Ja. Dat moet natuurlijk gefilmd worden. Maar dat, als ik het had gedaan, was het sowieso fout gegaan. Ik dacht echt, shit, hebben we wel sleutels bij ons. Maar anders hadden we deze deur niet eens open gekregen. Staat veilig. Ja. Nou, oké. En dan zie je hier. Wat een goed shot is dit. Maar maakt niet uit. Kijk, daar staan de potjes. Oké, nou we gaan het even naar boven tillen. Hij kan wel eventjes uit, denk ik. Nee? Nee, nou moet je jouw voeten filmen. Dat is leuk voor in de edit. Oké, nou komt ie. Doe jij nou alles op slot? Ik doe alles op slot. Hey, doei!
we're back, baby. Ik vind deze te groot. Nee, ik heb ook een hele grote meegenomen. Moet ik hier eruit gaan? Ja, je hebt hier eruit gaan. Nou, dat wil ik helemaal niet. Kijk, eerst wel even hoe ver we met dit komen. Ja, maar dan moet sowieso kokend water doen, uiteindelijk. Om de potten te steriliseren. Yeah. Maar hadden we deze niet? Yeah. Voordat we ze dicht hebben gedaan. We hebben er 10. 10 potjes. Okay. Terwijl ik best wel veel kracht erop zet. Heeft het ermee te maken dat de kelder koud is en het hier warm is? Kan. Ja, ruikt gewoon van. Ja, oké, okay, maar het is altijd goed om ze nog even opnieuw te steriliseren. Ja. De volgende keer moeten we ze misschien niet op die manier opbergen dan. Nee. Gewoon met deze schotjes eraf, of niet zo strak vast te houden. En nu doen we het hete water in de potjes. Nou, we hebben hier het recept. 500 gram persiken of abrikozen. 500 gram frambozen. 75 ml water. Een halve citroen. 500 gram gelei suiker speciaal. Deze, daar zit minder suiker in. Minder suiker? Ja, half zoet. Voor half zoet jam. Dus hij wordt een beetje zuurig, deze jam. En een snufje kardemom. Kardemom is een beetje citrusachtig. Kruidachtig, citrusachtig, kan het niet helemaal plaatsen, maar ik heb het nu vaker in jams en limonades gedaan. Is erg lekker. En je moet er denk ik ook bij zeggen dat het nu dan niet vegetarisch of vegan is. Nee, absoluut niet, want we gebruiken geleisuiker. En in geleisuiker zit gelatine. Gelatine, daarom heet het geleisuiker. Dus als je dat niet wilt, kun je ook gewone suiker gebruiken. Ja. Of, waar staat die? Ja, de agar-agar is echt ergens verstopt. Nou, te veel dingen in de kast om te laten zien. Maar agar-agar kun je ook gebruiken. Alleen dat moet je wel in combinatie met normale suiker dan doen. Dan wil je toch wat meer. Je kunt het ook alleen met suiker doen inderdaad, maar dan wordt die wat dunner. En met geleisuiker krijg je echt een stevige jam. En dat vind ik lekker. Nou ja, half citroen, die hadden we nog liggen. Die pers je gewoon simpel uit. Dat doen we in de pan. Tadaa. 75 ml water. Zo. En het fruit. Ja, we gaan het vrachtje erg gebruiken, denk ik. Ja, daarom doe ik het ook. Framboos en persik en framboos. En nu wordt het denk ik heel lang wachten. Want dat zou eerst moeten ontdooien, denk ik. Dit is wat ik ga doen. Oh, oh. Kill and attack. Ja, ik wil dat dit wat meer contact maakt met het water, want anders kookt het water al en dan smelt er niks omdat het niet contact maakt met het water. Ja, maar er zit zoveel suiker in dat het niet helemaal bevroren is. Want dit is normaal gesproken, als we dit met water doen, Keihard. Is het zo hard dat je er niet doorheen komt. Dat hebben we toch ook met die rabarberkompot? Ja, die wilt ook niet hard worden in de vriezer. Nee. Oké. Okay. Nou, hier gaat hij nog even mee verder en dan zet ik zo wel een timelapse aan voor de smelting process. Auw, het kookt. En nu kookt het. En dan gooi je dit er langzaamaan bij. De suiker. Zo. En dan pak je een lepel.
een grote. En dan roer je dit net zo lang totdat de suiker opgelost is. Okay. Je merkt het vanzelf wanneer de suiker opgelost is, want dan zitten er geen zandkorrels onder op de bodem voor je gevoel. En dat laat je een minuut doorkoken. Een minuut, ja, een minuut. Zelfs jam maken is zo makkelijk. Het enige wat je nodig hebt is geduld. Kijk, door de suiker in je bij te gooien is die weer helemaal afgekoeld. Moet die eigenlijk ook gezeefd worden? Maar ja, je kan het zeven hierna en dan heb je gewoon gelei. Ja, maar dat hoeft niet. Nee. Ik wil jam. Een jam is wanneer de vruchten er nog in zitten. En gelei is wanneer je het met een filter hebt eruit gevuld. Want het kookt. Ja, I know, schat. Opgieten. Hey, de jam. Hey, de jam. Potje centesmal, potje centesmal. Doe het dan eens met een lepel of zo. Nee, te laat. Ik ben al aan het gieten. Oh. Ik gooi even heet water over mijn handen heen. Sorry hoor. Ja. Is hij leeg? Hij is leeg. Oh. Maar is die kleine van het potje sambal? Ja, dat is Stefans potje, dus hij krijgt dit potje terug, alleen dan gevuld. Nee? Ik kan net zeggen, dan ziet het gewoon niet goed als je hem kan indrukken. Nee. Is die lekker? Nee. Nou, kijk, ik zorg ervoor dat de hals hier zo, dat daar geen jam op zit. Dat als je hem dichtdraait, dat er geen jam tussen het rubber en het glas in gaat zitten, waardoor de lucht in kan komen. Rubber? Ja, dus er zit hier, nou, dat zal ik zo meteen ook even laten zien. Oh ja, er zit wel rubber. Er zit hier zo in, en daarom kun je die potten hergebruiken, zit hier ook een randje met rubber. Die zit er vanaf de fabriek, zit dat erop, zodat er geen lucht in kan komen als je hem dichtdraait. Maar als je dus zo'n pot weer helemaal heet maakt en je draait het erop en het koelt af, dan zuigt hij weer helemaal vacuüm en dan werkt dat rubber dus ook gewoon nog steeds. Dus daarom kun je potten blijven hergebruiken totdat het moment dat als je hem dichtdraait en je pakt hem als die is afgekoeld en je dit nog kunt doen. Als je dat dingetje nog in kunt drukken, dan zit er of iets tussen of hij sluit niet meer goed. En dan moet je gewoon een nieuwe deksel fixen of een nieuwe pot. Maar nu is het nog omdat hij heet is dat hij dat ja, doet. Nu als het nog heet is, dan werkt dat nog niet. De lucht is nu nog heel erg uitgezet. Ik heb het idee dat deze helemaal niet dichtdraait. Nee, nou ja, dit is dus een voorbeeld daarvan. Deze doet het niet meer. Of misschien... Dan is deze voor onszelf. Hoppa. Dan kan die meteen open. Laatste. Deksel erop. En op zijn kop. Nou, dat was hem. En dan zeggen wij tot ooit. Oh nee, later.